even komen helpen? Hier. Welkom. Ik heb begrepen, u bent een groep kunstliefhebsters. U wilde graag een rondleiding door de expositie van Kees van Dongen. De grote ogen van Kees van Dongen, niet waar? Ja, dat klopt. Nou, komt u binnen. Ja, hallo. Ja. Wat is dit allemaal? Dat kan toch zomaar niet? We zijn het decor een beetje aan het op... verneuken. Nee, aan het schilderen. Hebben jullie ook die tekeningen gemaakt in de espresso bar? Ja, dat klopt. Jullie drieën? Nee. Toen waren we met meer. Toen waren we met 6 man die muurschilder gemaakt. En nog met 3 mensen de performance in elkaar gezet. Een grote performance op de binnenplaats. Hoe heet die performance ook alweer, Johan? Iets met rupsen. Ja. Oh ja, de rups. We hadden in ieder geval een enorme rups gemaakt, Charlie, Johan en ik. Die roze rups. Ja, daar hebben we geloof ik 2 weken aan gewerkt. En die heeft een half uur gedaan, het was een stuk, maar het was wel heel tof. Die rups die bewogen over het plein heen en op een gegeven moment kwamen er 2 van die vlinders uit die een hele gaye dans deden op de binnenplaats. En dat was 2 weken werk voor een kwartiertje fun. Ja. Zijn er nog telefoontjes geweest? Een hele goede morgen. Kan ik u ergens mee helpen? 2 maal. 2 kaartjes? Oké. Alsjeblieft, nou, dat is dan €30, alsjeblieft. Nou. Werk je hier al lang? Nou, bij elkaar opgeteld zou het iets van in september begonnen. Dus dat is nou al hoeveel is het vandaag? Weet je wat, al die kleuren van jouw lippen met je met tot de onder. Nou, heel erg leuk dat u dat zegt. Ik wou even bij dit schilderij beginnen. Dit is een zelfportret van Kees van Dongen. Heeft hij in 1908 geschilderd. Toen was er nog niet zo lang elektrisch licht. Dat had hij ook in zijn atelier. En dat rood kan daarmee verklaard worden dat hij misschien rood licht gebruikte om te schilderen. Maar het kan ook een soort grap zijn naar de critici die hij op dat moment had. Omdat hij bekend staat als schilder van het nachtleven en van de bordelen en rode lichten. Dit heet Zittende Vrouw. Een vrouw op een berg, is het ook wel genoemd. Meestal schildert die vrouw is staand, maar deze zit dus. Van Dongen schilderde dit toen hij 18 was. En 15 jaar later heeft hij de achtergrond opnieuw geverfd en heeft het altijd in zijn atelier gehangen. En het staat een beetje voor de dubbele identiteit. De wild stijgerende wereldburger en de nuchtere Hollander. De koe en het paard. Wat is antistrot? Het was eigenlijk een groep jongens en meiden die zich afzetten tegen bepaalde sores en mores die heersen op de academie. Het was allemaal heel braaf als ze ingedeeld in disciplines. En het was eigenlijk meer een soort vak de regels benadering. En
dat van daaruit ontstond een bepaalde enorme creativiteit. En vanuit die vrijheid van het denken en het doen was er gewoon heel veel mogelijk. En dat is waar Antistrot voor stond. Wat is er gebeurd dan? Iedereen werd zo woedend van de rups. Van de rups. Dat er nu een hard gedeelte en een zacht gedeelte is overgebleven. Zijn jullie hard of zacht? Dit is de harde groepering. Het lijkt wel op jou. Dan hoor op dat je met die ogen zo. Oh. Ja. En komt u hier vaker? Wat? Komt u hier vaker? Commode heet dit. En meestal staat er een persoon centraal en nu zegt hij dat het kastje centraal staat. Maar eigenlijk als je kijkt, dan staat dit grote gele vlak centraal. Jij denkt dat hij met de primaire kleuren heeft zitten spelen. Dus ja. Met rood, geel en blauw. Ja. Dat het een spel is. Ja. Hij komt natuurlijk uit een vast patroon, zal ik maar zeggen. Experimenteren wel met kleur, maar niet op deze manier. Nee. En vooral omdat hij met dat blauw begint daar in die hoek, denk ik, het is bijna abstract. Ja, wat betekent het voor jou, kunst? Wat is dat in jouw leven? Alles. Ja? Alles? Nou, het is in mijn leven echt niet alles, nee. Dat niet, nee. Maar is het wel belangrijk? Het is wel een behoefte. Schoonheid te zien. Hoe komen jullie zo destructief? Ja. Ik weet niet, je moet ook anders heel veel met die spullen rondsjouwen. En dan krijg je ook geen besteed met ballast. Die kunnen we altijd blijven houden. Maar dan heb je op een gegeven moment drie warenhuizen vol met spullen en andere zooi. En met je vernietiging creatie hoort bij het leven. Precies. En dan alles komt aan eind. En dan heb je weer plek of tijd voor het nieuws. Wat vinden jullie dan van dit museum? Er staat een hoop troep daar beneden. Ja, alles ligt in die depots. En dan, dat is het heel jammer dat onder water loopt. Maar ja, wie ziet dat werk? Ja. Er komen per dag 2.000 tot 3.000 mensen naar die oude Van Dongen kijken. Hoeveel mensen denk je dat er naar jullie kwamen kijken toen je dat orgel aan het slopen was? 2? 1? Ja. Nee, dat klopt. Daarom... daarom mag dat ook weg. Daarom mag het ook weg, ja, precies. Ja. Dit schilderij heet À la Galette. Dat is geschilderd in een nachtclub waar hij een fervent bezoeker van was. Hij was in die tijd had Van Gogh net gezien. Ja. Dat kan je duidelijk zien in zijn stijl. Maar wat interessant is aan dit schilderij, is natuurlijk dat je denkt van hey, wat een merkwaardige kader heeft hij genomen met die vrouw, dat hij die zo half heeft doorgesneden. En dat heeft een hele platte reden. In de jaren 50 werd Van Dongen werd zijn werk ongelooflijk veel geld waard. En toen heeft hij, dit schilderij is een zesde van een grote schilderij, heeft een schilderij in zessen geknipt. En dat dus 6 keer kunnen verkopen. Oh. Dus we zien hier de commerciële Van Dongen. Die dus heel goed op eigen benen kon staan. Wat men tegenwoordig toch graag wil dat kunstenaars niet meer hun handje ophouden. Er komen slechte tijden aan voor kunstenaars, hoorde ik. Wat denken jullie daarvan? De echte kunstenaar die moet toch wel, die gaat toch wel door. Die gaat toch wel maken wat hij moet. Ik denk dat het op zich wat dat betreft ook prima is voor de een nieuwe impuls geven aan een creativiteit. Los het maar op. Ik vind wel het goede ervan is dat je nu echt iets hebt om weer tegen te ageren, om je tegen af te zetten. Het was in de afgelopen jaren was het wel heel erg carefree en een beetje zelfbespiegelend en op zichzelf gericht. En nu heb je weer echt iets om tegen af te zetten. Dat is op zich wel goed voor de kunst. Zie je dat terug in jullie kunst?
Op dit moment niet, maar in de algemeenheid wel, denk ik. Trouwens, met kapotmaken van de draaiorgel wel, ja. Daarom. Er zit op het moment helemaal in de maatschappij wel een soort spanning op dit moment, hè? Waarbij dingen gewoon over de kop gaan, alle heilige huisjes worden omgezaagd. Ja, we vonden wel iets gewoon voor gewoon van het weggooien van het afgelopen decennium. En ja, antistrotten dan ook uit elkaar. En dat is dan gewoon allemaal van de jaren nul geweest. En dat was prima, maar dat is nou over. En dat is nou gewoon een nieuw tijdperk. Ja. En ja, ik heb er wel zin in. En als het allemaal doorgaat, de bezuinigingen, dan gaat de hele kunstensector dat voelen. Ook het Boijmans van Beuningen. Maar begrijpen jullie de irritatie die er bestaat? Of de weerzin zelfs? Je moet moeite doen voor cultuur. Hè? Ja. En als je dat niet doet, nou ja, dan is het je eigen keuze om het niet te doen. Maar die boosheid begrijp ik helemaal niet. Ik vind dat raar. Mm. Ja, mensen zijn soms ook bang voor cultuur. Mijn ouders zeiden, ik heb niks met cultuur. Waren heel boos daarop. Als ik het erover, daarover. Die hadden iets van, het is een bedreiging voor ons leven, denk ik hoor. Dus ik kwam echt uit zo'n kring waar ze dat helemaal niet nodig vonden. Om naar een museum. Waar is dat voor nodig? Dus ik denk dat die mensen nog steeds, dat er nog steeds volkstammen zijn die zeggen, het is nergens voor nodig. Ja, dat is inderdaad denk wat ik je hoorde. Dat het een extra is. Ja. En dat het nu, we moeten nu zuiniger aan en dan kan dat extra wel weg. Kan wel weg, ja. Het is het enige wat overblijft eigenlijk. Van de maatschappij blijft cultuur over. Ik ga naar Italië om mooie gebouwen te zien of mooie schilderijen te zien of wat dan ook. Dat blijft over. En dan mensen die doen zichzelf wat aan. Als ze het niet willen. We gaan. Missen als u wil.